Nou, ik heb toch mijn droomjurk gevonden. Geruit, bruin en hij heeft dus roesjes en aangerimpeld met elastiek en pofmouwen en precies wat ik wil. En het is van gerecycled materiaal gemaakt. Gunny Responsible noemen ze dat. Ja, heel licht. Ik ben zo benieuwd hoe die zit. Time for that in the vlog, Dolly Parton. Okay, go. Is that your dream woman? No! Ik weet het niet, jongens. Hij zit dus te strak hier. Waardoor hier dus helemaal geen rimpels meer zitten. Dus die roesjes zijn helemaal weg. En dan zit hij hier eigenlijk te los. Waardoor hier wel heel veel geroezel is. Eigenlijk zit hij gewoon niet goed. Jeetje, wat jammer. Ik realiseer me net iets. Ik zit hier op de bank nu even. Ja, dat zien jullie ook wel. Er kwam laatst een schoen voorbij op Hypebeast. Dat is een account wat ik volg. En dat is een collab met Crocs. En hier voor mij gebeurt dus iets heel moois. Dat is het silhouet van die schoen dus veranderen door zo'n extra zool. En toen de Crocs net uitkwamen was ontzettend veel commotie over. Oh, Crocs. Verschrikkelijk, lelijk, alles. En ik had echt zoiets, ik vind dit zo niet eens de moeite om daar iets van te vinden. Dit is gewoon out of this world ugly. Ik hoef hier niet eens een mening over te vormen, het lijkt me obvious. Ik snap dat het comfortabel is, maar ik vind dit heeft niks met mode voor mij te maken. En nu moet ik toch eerlijk zeggen dat ik toch ernaar begin te kijken. Begin ik ze dus mooi te vinden. Waarom ik dit nu begin is, dit realiseerde ik me de afgelopen week. Onbewust. En toen vroeg ik net aan Richie, wat wil je voor je verjaardag? Hij zo, ik denk dat ik Crocs wil. Ik weet nu niet of dit een haat review is of een positieve review. Ik heb met Grey Label een hele leuke afspraak dat ik kleding mag huren. Maar Sydney gaat als een gek. Dus ik heb ook nog wat dingen gekocht. Heerlijk dit eruit ziet. Mooie kleur vind ik dit. Och, wat is dit toch mooi, hè? Die rompers zijn natuurlijk perfect. Die zijn heel lekker zacht en lang. De Sydney is vrij lang volgens mij voor haar leeftijd. Dit heb ik van 12 tot 18 maanden. En een grijs rompertje vind ik gewoon heel cool. Ook in die maat. De klapper. Een witte. Ja, een off-white sweater. Mijn zus is in de stad, dus ik ga lekker even lunchen met haar. Lekker met elkaar aan. Droog, hè? Kom maar, drinkie. Nu even gaan lunchen. Het is heerlijk weer eindelijk. Lekker. Ik heb een vega kroketje. Wat heb jij? Oh, makreel. Ziet het er goed uit? Ja, ziet er echt heel goed uit. Limoen mayo. Ik heb een kringloop gevonden die er heel goed uitziet op Google. En daar heb ik heel erg zin in. Ik heb mijn editwerk af, ik heb mijn facturen gestuurd, mijn administratie bijgewerkt. Dus ik mag er nu een los. We zoeken dus een leuk opbergsysteem. Eigenlijk willen wij dus op deze hele wand een kast, zodat er een deel ook voor Sydney komt. Maar tot die tijd moeten we dus even een oplossing hebben voor dit. Ik heb zelf mijn ogen weer gedaan, hè. Als je je afvraagt wat het is. En hoe relaxed om een auto in te stappen. Zonder kinderstoel, kinderwagen. Gordeltjes, strappen, alles. Wat een luxe. Ik ging er trouwens wel met de lift naar beneden. Had ik ook wel met de trap kunnen doen. Maar het zit dus gewoon niet meer in mijn systeem. Stoel naar beneden. Tot zo.
Ik heb mijn wezen nog. En nu zit ik aan de hele andere kant. Zie ik opeens dat troon. Ik denk, hé, hier hoort het dus op te staan. Ja, deze is alleen helaas. Zo bizar. Ik vond dus een kopje met die roze wave. En toen dacht ik, het mag niet, want het is veel te klein. Toen dacht ik, nou, Richie drinkt de laatste tijd ook wel eens espresso's. Dus ik dacht, dat mag. Toen zat er zo'n cute-ass klein melkkannetje bij. En een klein schaaltje. Toen dacht ik, nou, dat is een handig theezakje schaaltje. Wat ik wel echt af en toe nodig heb en niet heb. En toen zag ik opeens het bord waar het op hoorde. En toen zag ik nog de theepot. En toen was de theepot kapot. Toen dacht ik, die wil ik niet. Dan laat ik het bord wel hier met die theepot. Toen dacht ik, nee, ik moet die set compleet houden. Dus ik heb het in zijn compleetheid teruggezet. Ik ben heel even doorgereden naar IKEA, want ik heb net twee kaarsenstandaardjes gekocht, platte. Daar wil ik graag kaars voor hebben, dat zijn die bredere. En ik heb een heel mooi bloempotje gekocht, waar ik dus een plantje voor wil. Maar vooral omdat ik eens even lekker weer in IKEA wil rondlopen. Wat een goed idee. Dus een standaard hanger kan je dus uitbreiden met dit voor blazers. Geweldig idee. Mijn thermoskan is kapot. Ja, iemand zei neem gewoon een wasmand hè, voor zittingen en speelgoed. Dat is wel mooi, maar dit is te klein. Kijk, deze mand lijkt me dus goed voor zittingen en speelgoed. Mooi, maar moet ik er dan twee? Nee. Deze moet ik hebben, die dikkere. Deze past echt perfect in die pot, je gaat het zien. Wat een schatjes. Ja, dan moet ik wel helemaal daarheen, maar ik ben geslaagd. Alles wat ik zocht, nee, kom ik bij die kassa en ik had dus die mand uit een hele stapel. Er stonden al drie stapels met manden. Dus ik pak er gewoon één uit. Het lijkt dus het showmodel. Terwijl ik echt definitely niet gewoon een plank heb gehaald. Maar goed, die kon ik dus niet meenemen. Het zal wel voor een reden zijn. Kijk, de Big Brother staat er ook naast. Ik ga even naar de IKEA met de Green Wheels. Vroeger deed ik dat met de metro. Maar dit is relaxter natuurlijk. Bloedsinaasappel limonade is een aanrader. Ik ga laten zien wat ik bij de IKEA en bij de Kringloop heb gekocht. Ja, die ogen die zijn nu eigenlijk op zijn ergst. Dus het lijkt heel erg, het valt allemaal mee. Daar moeten jullie eens even naar kijken. Nou, allereerst heb ik deze bloempot gekocht met een soort airbrush lila roze effect met vlekken eroverheen en lijnen. Je marmer effect. Super kitsch. Volgens mij is dit jaren 90. Die zachte pasteltonen allemaal. Maar goed, ik vind hem dus heel leuk voor hier op mijn bureau. En ik heb dus voor deze pot die twee plantjes gekocht bij de IKEA. Deze twee roosjes. Denk ik dus dat die heel cute hierin kunnen staan. Ja. Yeah. Oh, dit is leuk. Dit is mijn favoriete aankoop van de dag. Dit is namelijk een schaaltje wat wij vroeger hadden. En als wij ziek waren, ging mijn moeder altijd hier een appeltje op raspen. En dan kreeg je hier zo'n soort van appelmoes. En dan mochten we dat eten omdat we ons niet lekker voelden. Die zijn heel zeldzaam. Maar mijn zus heeft een hele tijd geleden op, volgens mij Koningsdag, dit schaaltje ook gevonden. En nu heb ik hem dus ook voor Sydney alvast.
Oh ja, hier heb ik er 2 van. En daar heb ik die kaarsen dus voor gekocht. En we hebben een zwarte tafel met zwarte stoelen. En daar wil ik eigenlijk iets zachts op. Dus dit leek me heel erg leuk. Toch nog een schaaltje gevonden. Heeft een beetje een parelmoer laag en een gouden rand op de rand. En dit is dus heel goed voor een theezakje. Even die plantjes inzetten. Kunnen niet in die potjes, zou wel top zijn, want dan... Nee. Moet je echt de potgrond erbij gaan halen. Het is niet anders. Oh ja, ik kreeg een heel leuk berichtje. En ja, eigenlijk kan ik dit natuurlijk gewoon niet doen in mijn vlog. Want ja, niet iedereen zit op dit soort berichtjes te wachten. Maar ik vond het te leuk. Kirsten van Baby Planet is een heel leuk mens. Ik vind haar echt geweldig. Veel leuk contact gehad over onze samenwerking en ook over Groningen. En haar vader appte mij van, ze wordt 30, dus Kirsten is vandaag jarig. En of hij een leuk berichtje mocht achterlaten in de vlog. Dus bij deze, ik ga de potgrond pakken. Kunnen jullie even kijken naar het berichtje van de vader en de collega's van Kirsten. Hoi Kirs, ja, het is een verrassing. Als trouwe volger van Roosmarijn wil ik je graag op deze manier van harte feliciteren met je 30ste verjaardag. Ik en mijn collega's zijn hartstikke trots op jou. Gefeliciteerd! Ja, en van mij dus ook van harte gefeliciteerd. Ik zei tegen je vader, je bent waarschijnlijk compleet brak. En je zit bij de pomp, bij het pomphuis. Dat begreep ik weer van een vriendin van jou. Van Lucien. Maar ik hoop wel dat je het vlogje kijkt. Anders word je vast wel getipt door iemand. Kijk, in mijn vensterbankje bij mijn bureau. Dus bij deze roze. Heel erg cute. Deze kaars heb ik gekocht. Ik twijfel of het überhaupt wel past. Of dat dit voor vaccinelichtjes is bedoeld. Nee. Even over die kringloopspullen. Daar staat geen prijs op in die winkel. Maar als je dan bij de kassa komt, maakt hij gewoon een totaalprijs. Alles samen was 6,50. Bij de IKEA heb ik nog een paar dingen gekocht. Voor Richie's verjaardag. Het zijn 2 houten dingen die hij in zijn tijdelijke kantoor kan zetten. Hij werkt nog steeds vanuit huis. Hij heeft dus eigenlijk niks ingericht. Omdat het constant zo lijkt van, oh, het is tijdelijk. Maar uiteindelijk duurt het best wel lang. Nog een badmat. Ik heb 1 zo eentje. Waardoor als die in de was zit... We hebben dus altijd gedoe. Richie vindt het heel leuk om voor zijn vrienden te koken. En dan maakt hij lekker pasta saus of iets. En dan geeft hij dat een soep. En dan krijgt hij nooit zijn Tupperware terug. Dus deze kan hij mooi gebruiken om eten in weg te geven. We hebben nu een badje voor Sydney op de grond. Dus heel leuk om daarbij te zitten. En we hebben 1 krukje. Maar Richie, ik wil daar soms allebei bij zitten. Dus deze geef ik ook aan hem. Servetten, gewoon die basic rietjes. Deze tassen gebruik ik om kleding die nog te groot is voor Sydney in op te slaan. En dan af en toe ga ik daar doorheen. Maar ik krijg best wel veel van mijn zus en van vrienden. Dus dan heb ik iets meer ruimte om dat te doen. Heel erg leuk dat jullie weer hebben gekeken. Thanks voor alle lieve comments. Ik lees ze allemaal. Ik probeer ze ook allemaal hartjes te geven om dat aan te geven. Van ik zie dit. Ik kan niet op iedereen zo leuk reageren als dat jullie op mijn vlog reageren. Want ik zie ook echt heel vaak hele grappige dingen. Dus dankjewel. Like als je deze video leuk vond. En tot de volgende.